mis misschien soms af en toe wel weer meer mannelijke programma's. Het mag best wel even wat meer bikkelen zijn. Dat mis ik wel eens. Ik hou zelf ook heel erg van die Engelse reisprogramma's. Die maken gewoon kwalitatief waanzinnige dingen. Die hebben een droge humor die wij helaas niet hebben. De meeste van ons. Maar er worden gewoon veel mooie dingen gemaakt. Dat is een goede vraag. Bijvoorbeeld, mij missen we niet zo heel veel. Ik zie echt alles wat er voorbij komt. Wat ik wel vind is dat als er een succes is, dat er 9 of 10 spin-offs gemaakt van worden. Dat vind ik soms wel eens dat ik bij mezelf denk, dat hoeft van mij niet. Of rechtstreekse kopieën. Ja, precies, ja. Dat vind ik dan wel weer, denk ik, nou, dat hoeft van mij niet. De publieke omroep mis ik gewoon veel documentaires en zeg maar mooi goed gemaakte saaie programma's. Ja, het moet veel meer uit elkaar. Het amusement is... Soms lijkt dat heel erg op wat de commerciëlen al doen en omgekeerd. Nee, ik vind dat het aanbod, voor zover ik dat gebruik, redelijk goed is gedekt. Ja. Redelijk compleet, niet nog een concurrerend illusionistenprogramma of iets? Nee, dat moeten ze niet in hun hoofd halen. Nee. Ik vind vooral dat er van iets veel te veel is. En dat zijn reclameblokken. Langdurige reclameblokken. En volgens mij wordt het tijd dat daar iets voor gevonden wordt. Ik denk dat mensen daardoor ook echt weglopen. Maar jij bent ook te zien op een zender waar die ook zijn, die blokken. Dat klopt, maar dat vind ik persoonlijk. Dat die blokken soms gewoon echt te lang duren. En het programma onderbreken, te lang. Ik zou wel eens een keer echt een beetje een Amerikaanse-achtige serie willen zien. We hebben nu Penosa, maar dat bestaat ook al een hele tijd. Maar gewoon wat meer van dat soort series en films. We zijn, vind ik, een beetje te saai. Dingen die ik mis op de Nederlandse tv. Het zou Zondag met Lubach heel goed uitkomen als er nog meer goede onderzoeksjournalistiek wordt gedaan. Want dan kunnen wij daar ook weer uitputten. Of jullie kunnen het zelf nog meer doen. Dat doen jullie al een beetje. We doen het al een beetje, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Wij zijn gewoon grappenmakers en comedians. En laten journalisten maar het uitzoekwerk doen. En dan kunnen wij daar weer humor mee maken.